Welkom bij Bijenbrei Praat, aflevering 19. Mijn naam is Jessica en ik woon samen met mijn man, mijn dochter en twee bouviers in Breda. En ik hou heel erg van handwerken. Vandaar dat ik graag met jullie deel wat ik allemaal aan heb gewerkt in de afgelopen weken. Vorige aflevering was natuurlijk mijn jubileumaflevering. En ik wil iedereen bedanken die sowieso de video heeft bekeken, maar ook de mensen die een duimpje hebben gegeven. En vooral ook de mensen die een reactie achter hebben gelaten om zodoende kans te maken op de giveaway. Echt leuk om al de reacties te lezen. Normaal geef ik ook altijd antwoord op de reacties. Alleen ja, nu voor het overzicht vond ik het wel handig om dat niet te doen. Dus heb ik overal gewoon een hartje neergezet. Ik vond één reactie, sowieso waren ze allemaal leuk. Maar bij één reactie stond de vraag of ik wel eens keuzestress heb over aan welk project ik ga werken. Het korte antwoord is, nou, bijna nooit. Langere antwoord, ik heb sowieso, zal ik er eerst bij zeggen, ik heb echt veel breitijd. Ik klaag wel eens dat ik tijd tekort kom, maar over het algemeen, ik heb elke dag eigenlijk wel tijd om minimaal een uurtje te breien. Meestal wel meerdere uren op een dag. Dus ik mag echt geen klagen en er zijn gewoon dagen dat ik niks anders doe als breien. En ik heb alleen keuzestress op het moment dat ik niet helemaal lekker in mijn vel zit. Of als ik mezelf de deadlines op ga leggen waar ik gewoon, ja, die niet reëel zijn. Ik had een beetje, deze week had ik een beetje last van dat ik en deze Spencer af wilde hebben. En een paar sokken af wilde hebben. En de eerste clue van de Mystery Knit Along af wilde hebben. Allemaal voor dit filmpje. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Daar kwam ik gelukkig al heel snel achter. En toen heb ik ook besloten, joh, hey. Even pas op de plek, gewoon even een keuze maken. Waar heb ik nu het meest zin in om... Ja, ik had overal heel veel zin in om aan te werken. Maar wat vind ik nu fijn of belangrijk? Daar ga ik nu aan werken. Vaak is het ook dat ik iets gewoon graag af wil hebben. En dan zijn er gewoon andere dingen die eerder of later komen. En het is ook wel een beetje... Ik heb verschillende werkjes, maar ze zijn ook vaak op verschillende punten. Dus bij het ene werkje moet je wat meer opletten. Bij het andere werkje kun je lekker doorbreien. En heb ik gewoon allemaal leuke projecten en hoef niks af. En ik weet, kan niet kiezen. Dan kan het ook wel eens zijn dat ik denk van, dan schrijf ik gewoon alles op. 1 tot en met 6 bijvoorbeeld. En dan doe ik een dobbelsteen. Of ik zeg tegen mijn man of dochter van, nou kies iets. Of noem een getal. En dan 1 tot en met 6. En dan kiezen zij een nummertje. En dan ga ik aan dat project werken. Maar over het algemeen heb ik geen keuzestress waar ik aan moet gaan werken. Dus dat is, ja, een voordeel. Ik kan me wel voorstellen, als je niet heel veel breitijd hebt, dat dan lastig is als je veel projecten hebt, om dan nog wel het gevoel te hebben dat je overal wel aan werkt. Want anders krijg je op een gegeven moment echt wel, ja, als je nergens vooruitgang in ziet, kan ik me voorstellen dat dat vervelend is. Maar ja... Gelukkig heb ik dus veel handwerktijd, dus over het algemeen heb ik geen keuzestress. Maar ik vond het een leuke opmerking. Ik denk, oh, dat vind ik wel leuk om even iets over te zeggen. En ook voor iedereen, meet je niet aan de hoeveelheid breiwerk wat iemand maakt in een bepaalde periode. Want het is zo verschillend hoe snel iemand breidt of hoe langzaam, maar ook hoeveel projecten je hebt, maar ook hoeveel tijd je hebt om te breien. En ja, ik ben toevallig gelukkig in de positie dat ik lekker veel breitijd heb over het algemeen. Dus ja, ik kan wat meer produceren. Ja, zullen we dan maar beginnen met wat we allemaal geproduceerd hebben in de afgelopen weken. Ik heb eerst wat ik aan heb. Het is Finished Object. Dit is de Louder Vest van de Crea Bea, oftewel Rebecca Claw. En ik heb deze gemaakt in Cascade 220 in de kleur Heather. Het is een Heather kleur, dus dat is dat het gemêleerd is. In de kleur 9642, oftewel Crushed Grapes. Ik heb dit allemaal eerder verteld, maar ik herhaal het gewoon nog lekker even een keer. Ik heb het gekocht bij Recht en Averrecht. Ik had 4 strengen en toen heb ik er nog 1 bijgekocht. Daar ben ik heel blij om, want dit is wat ik over heb. Dus ik heb de 5 strengen echt nodig gehad. En dat is omdat ik hem ook langer heb gemaakt. Ik zal ondertussen ook wat foto's invoegen. Mijn man is zo lief geweest om vanochtend nog even foto's voor mij te maken, want dat was echt nog maar net droog. Dat was wel, ik heb hem dinsdagavond afgemaakt. Dan heeft hij s'nachts in het badje gestaan. Woensdagochtend heb ik hem in centrifuge gedaan. En toen had ik hem op 600 toeren gedaan. En toen dacht ik, zal ik hem nog een keer doen? Of zal ik hem nog een keertje op iets harder
Op 800 toeren doen. En dat heb ik allemaal niet gedaan, want ik dacht, oh, hij is zo wat droog. Maar dat viel een beetje tegen. Het is natuurlijk ook in huis gewoon net wat koeler. Het is wat nat weer geweest de afgelopen dagen. Dus dan gaat het niet zo hard. Maar hij is droog. En ik ben er heel blij mee. Ik heb het gaar, heb ik dat al gezegd, gekocht bij Recht en Averrecht. En ja, het is een heel mooi gaar. Ik hoop dat het ook de kleur op beeld overkomt. Dit is echt ontzettend moeilijke kleur om goed op de foto te krijgen. Maar ik denk dat je in het echt kunt zeggen, het is een beetje rooikoolkleur. En het ene licht is wat, ja, wat lichter, het andere is wat donkerder. Er zitten ook donkere en lichtere stukjes in. Of stukjes, ja, het draadje is echt gemêleerd. En ja, ik ben er heel blij mee. Het is lekker zacht, zeker na het wassen is hij helemaal lekker zacht geworden. Het is wel een non-superwash garen. 100% Peruvian wool. Dus je kunt met spit splicen, dus gewoon spugen in je hand en dan draaien, kun je de draadjes aan elkaar maken. Ik doe dat bijna nooit met spugen. Ik vind het ook altijd een beetje, het is niet vies, hè? Je wast het daarna, maar op een of andere manier, dus ik doe hem altijd even onder de kraan. Maar dan kun je ze mooi aan elkaar draaien, zodat je wat minder eindjes hebt om aan elkaar te draaien of te weg te werken. Ja, even ademhalen hoor, ik merk dat ik een beetje te snel wil. je bereikt dus, je begint achteraan bovenaan met de achterpas. Daarna neem je hier op de schoudernaad steekjes op. Er zit een heel mooi detail met een kabeltje hier aan de achterkant. Ik zal even foto invoegen. En dan breid je dus eerst de ene voorkant, dan de andere voorkant. Dit is allemaal met een chart. Het enige waar je op moet letten, maar eigenlijk als je gewoon netjes doet wat er in het patroon staat en een beetje oplet, is dat je dus hier bij de, als je de weer in het rond gaat breien, dat je op dezelfde toer zit. Dus niet dat je bij de een net een kabel hebt gemaakt en bij de ander nog twee toeren moet doen om de kabel te maken. Het patroon bestaat uit 4, of eigenlijk 8, maar elke 3 toeren normaal en de 4e toer is een kabelpatroontje. En dat is goed te doen. Ik heb wel een foutje gemaakt. En eentje op de achterkant, eentje op de rug. Maar daar kwam ik echt, ik denk ook in dezelfde toer. Daar kwam ik echt, 15 toeren later pas achter. En het heb ik even overwogen. Toen heb ik gevraagd aan mijn man en dochter, kunnen jullie het zien? En die zeiden, nee, kun je het niet zien. Ik heb vanochtend even gezocht. En toen kwam ik wel achter dat hij op een hele prominente plek zit. Hij zit precies hier op één borst. Maar mijn man zei al terecht van, joh, als iemand zo dichtbij staat dat hij dat kan zien, dan staat hij ook echt wel een beetje te dichtbij op. Heeft hij gelijk in. Dus ik moest ook echt zelf zoeken hoor. Dus het valt, ja, het is sowieso druk, dus het valt niet zo op. Op een ander punt kwam ik ook achter een foutje. Die heb ik wel hersteld, want dat was echt gewoon, ik moest weer een kabel gaan maken. En de kabel eronder zag ik van, hé, ik ben hier afgeweken of 2 kabels eronder. Dus dan heb ik het even 6, want dat is natuurlijk altijd bij die dikkere kabel. De ene kabel is over 4 steken en de andere kabel is met 6 steken. En het is allebei maar 2 steekjes die je moet verzetten. Maar dus natuurlijk bij met die 6 heb je dat je de ene keer voorlangs en de andere kant achterlangs moet kruisen. En ja, daar is nog wel eens dat je makkelijk, omdat je dan, zeker als het afwijkt met deze ene, doe je altijd voorlangs. En als alles voorlangs is, is geen probleem. Maar op het moment dat je de ene kabel voorlangs en de andere achterlangs moet doen, ja, daar vraag je natuurlijk om opletten. En daar was ook iets misgegaan. Toen heb ik even 6 steken, ik denk iets van 6 of 8 toeren laten vallen. En die heb ik netjes opgepikt. En eigenlijk ging dat heel goed, gewoon rustig aan. En ja, draadje voor draadje die je dus beneden hebt, gewoon even kijken, oh, op deze toer, wat willen ze allemaal? En ja, het ging eigenlijk reuze vlot, dus het was helemaal geen probleem. Maar ik kan me voorstellen, echt gewoon zoveel toeren verder, dat ja, dat is gewoon geen doel meer. Dan dat vond ik echt een beetje, dat ik dacht, nou, daar gaan we niet aan beginnen. Het is een beetje sowieso zonde van het werk, maar ook gewoon, ja, vond ik toch iets te spannend. Misschien in de toekomst dat ik wel zeg van, oh, ik heb er nu vertrouwen in dat ik dat kan, dat ik het wel doe. Ik heb alles afgebonden. Sowieso heb ik de ribbing gedaan met twisted rib, zodat het net iets strakker wordt. En ik heb alles afgebonden met de sewn bind-off. En ja, het was weer een tijdje geleden dat ik dat had gedaan.
Maar ik ja, vind het heerlijk. Vind ik echt een leuk werkje om te doen. Oh, even kijken of je hier nog lopen. Ja. Dus ja, dat vind ik heel lekker om te werken, om te doen. Echt een beetje meditatief. Het is voor mij ook niet moeilijk. Ik heb ja, op een of andere manier is het voor mij een logische handeling. En is het dus ook niet moeilijk om te onthouden van hey, moet ik nu dit of moet ik nu dat? Het kostte wel wat tijd. Ik had op zaterdagavond de onderkant af. En die wilde ik dus af gaan binden. En dacht, ah, pff, normaal met afbinden, joh, een kwartiertje of zo. Maar die zo'n bijlof, ik was wel 1,5 uur of zo bezig ook, omdat ik hem niet te strak wilde aantrekken. Maar gezellig bij een tv-programma, dus geen probleem. Dus ja, ik ben er heel erg gelukkig mee. Het patroon komt dus met heel veel opties. Je kunt dus V-hals, ronde hals, je kunt een spencer, je kunt een trui van maken. En ik geloof zelfs ook nog een cardigan, maar dat weet ik niet zeker of die optie erin zat. Maar ja, keuze genoeg. En ja, dikke aanrader. Ik vind al de patronen van Rebecca wel heel goed geschreven, lekker duidelijk. Dus ja, goed te doen. Ik ben er blij mee en ik denk een fantastisch kledingstuk voor deze temperaturen. Het is vandaag weer net wat frisser, maar afgelopen dagen was het niet echt warm, maar ook niet echt koud. Dus ik denk dat het dan heerlijk is met shirtje met lange mouwen eronder. En wie weet in de winter met een lekker vest eroverheen, dat het ook gewoon een lekker wollen waardje is. Dus ja, ik hoop er gewoon veel plezier van te hebben. Ik heb vooral in ieder geval al heel veel plezier gehad met het maken ervan. Dus dat is ook wat waard. Dan heb ik nog een ander werkje klaar. En dat is de ankersjaal van Mirjam Molenbeek. Dit wordt dus een cadeautje, of is een cadeautje voor een Duitse vriend van ons. Ik ga ervan uit, want zij spreken Duits, dat ze mijn filmpje niet kijken en alles. Dan weet je het bij deze. En in het patroon van Mirjam Molenbeek gebruikt ze een DK-weegharen. Ik heb een, ja, dit is volgens mij sportweegharen gebruikt. Even kijken, want dit is 100 gram is 350 meter. Ik heb deze gebruikt, de Vulcolana Vanilla. En dat is ook 100% Peruvian Highland Wool. En in de kleur 818. En dat is Fisherman's Blue. Ook deze kleur ontzettend lastig om goed op de foto of op video te krijgen. Maar daar zit dus ook gewoon wat diepte in. Het ene moment is hij wat grijzer, het andere moment is hij wat blauwer. Er zitten wat donkerere stukjes in, er zitten wat lichtere dingetjes in. Ik heb hem gekocht bij Celdersa. Ook een lekker zacht draadje, ook non-superwash. Dus je kunt ook weer met spitsplice de draadjes aan elkaar maken. En ik heb daar deze sjaal van gemaakt. Ik zal ook foto's invoegen, want het is gewoon niet te doen om hem op beeld te krijgen. Maar dit is hem geworden. Het patroon is echt, ja, ik vind hem zo mooi in al zijn eenvoud. Het is gewoon op zich een redelijk, ja, basic wil ik niet zeggen. Maar er zit niet te veel poespas in. Maar er zit wel gewoon genoeg details in dat leuk is en mooi is om te zien. En ja, ook leuk om te breien. Ik vond het echt heerlijk. Ook een lekker werkje. Hij is niet moeilijk. Zeker als de toeren lang zijn, wordt het alleen maar nog makkelijker. Maar het is wel, er zit net genoeg afwisseling in. Maar hij is dus ook zo makkelijk dat je hem ook kunt gebruiken op het moment dat je met andere mensen zit te kletsen. Of als je ergens naar zit te kijken. Of wat je wel een beetje wil volgen. Dus ja, ik vind het heel fijn. Ik heb dus ander garen gebruikt. En daardoor is het ook de maat een beetje anders uitgevallen. Ik maak deze dus voor die vrienden van ons. En zij is ongeveer 10 centimeter kleiner als dat ik ben. Dus dat is geen probleem, denk ik. Hij is uiteindelijk is ja, de spanwijdte is, even in mijn aantekening kijken, 154 centimeter. Dat is ongeveer hetzelfde als wat Mirjam heeft. Alleen dit zeg maar de hoogte is maar 60,5. Maar ja, zij is 10 centimeter klein. Dus ik denk dat hij voor haar prima is als omslagdoek. Voor mij is hij voor omslagdoek net een beetje, zou hij wat langer mogen. En, maar voor mij is hij wel perfect als sjaal voor onder je jas. Dus ook, ik heb ook een foto hier ergens dat ik hem op mijn nek heb. En ja, het is gewoon een lekkere, soepele sjaal geworden. Natuurlijk kun je hem nog verder uitrekken en blokken.
Dus ik denk dat je dit ook nog wel. Want ik heb niet heel hard eraan getrokken met het blok hoor. Dus dat scheelt ook, denk ik. Dus je zou hem nog iets langer kunnen maken. Hij weegt maar 158 gram. En ja, ik zou voor mezelf misschien nog twee herhalingen eraan doen. Dus nog een stukje tricot en nog een stukje gewoon ribbelsteek. En ik had zes bollen gekocht. Had ik al gezegd dat ik bij Celle Saar had gekocht? Ik weet het niet meer. Maar bij Celle Saar heb ik het gekocht. Ik had zes bollen gekocht. En uiteindelijk heb ik er maar drie gebruikt. Dus ik heb nog drie bollen over. Dus ik ga zeker deze sjaal nog een keer voor mezelf maken. En dan ja, zal ik hem dus misschien niet heel veel gebruiken als omslagdoek. Maar wel lekker als sjaal voor in je jas. En ja, daar vind ik hem perfect voor. Dus ja, ik ben er heel erg tevreden over. Ik hoop datgene die hem krijgt ook heel blij mee is. En zo niet, dan hou ik hem lekker zelf. Nee, grapje. Ik denk dat dat wel goed komt. Nou, nu we het toch over patronen van Mirjam Molenbeek hebben, gaan we ook door naar het volgende patroon van Mirjam Molenbeek. De Curiouser and Curiouser Socks. En ik brei deze voor mijn dochter. En eigenlijk was het idee dat ik ze voor haar verjaardag af zou hebben. Dat is niet gelukt. En dat is, ja, opzettelijk. Nee, ja, ik. Op een of andere manier, ik vind het patroon heel erg leuk. En het garen vind ik heel erg mooi waarmee ik bezig ben. Alleen ik brei ze twee tegelijk op Magic Loop. En ik denk dat daar het euvel zit. Je breidt deze op, ik zal ze even laten zien. Op 2 mm naald. En ik heb hier de 2 mm naald met verwisselbare, uit mijn set zeg maar, van de verwisselbare punten. Maar dit kabeltje is zo dun. En dat wiebelt zo als je alles erdoor wilt trekken. En ja, dat breidt gewoon net wat minder lekker. En ik had gewoon veel andere leuke dingen om aan te breien. Dus ik heb op een gegeven moment voor de verjaardag van mijn dochter al gezegd: joh, deze dag gaat dan niet lukken. Vind je het erg? Mag het iets later? En zij zei: nou, vind ik helemaal niet erg. En toen had ik nog het idee: joh, ik ga elke dag breien. En dan komt het ook af. En dan is het snel af. Is er ook niet van gekomen. Dus echt elke dag even een paar toeren eraan heb ik gewoon niet gedaan. Nog steeds niet. Ik ga het nu wel, nou, ik zeg niet dat ik het nu ga doen. Ik wil ze wel heel graag afmaken, want ik wil aan de gang met de verjaardagssokken, of de verjaardagssokken, de sokken voor de Knit to Purl to Festival. Dus ja, en ik mag voor mezelf niet voordat ik deze af heb. Maar het is wel echt een superleuk patroontje. Je hebt dus een leeswerkje erin. Niet moeilijk, maar wel heel leuk. En ik heb gewoon volgens het patroon de Hollands Heel is, denk ik, maar in ieder geval met heel flap en gusset gedaan. En ja, ook door 2 mm. Het ziet wel, ja, ik weet niet of het op camera overkomt. Je krijgt wel heel mooie strakke voetjes. Maar het gaat ook niet heel hard, zeg maar. Dus we gaan hier lekker mee verder. Ik brei hem in de kleur Sprankelende Zee. Die heb ik van Happy Knitting, oftewel Georgina's Wolhuisje. Voor laatst had ze volgens mij op Instagram dat ze zei: misschien wil ik toch weer gaan verven. Ze is er een tijdje mee gestopt. Dus we gaan het zien. Ik vind deze kleur wel echt ja, geweldig. Mooi kleur, ja, blauw met allemaal nuances, maar lekker fris blauw. Dus ja, ze komen af, ze moeten af. Je mag niet verder. Maar ja, het duurt gewoon iets langer. Ik heb wel ook vaste 2 mm naalden besteld. Dus daar moeten we even op wachten. Maar daar ga ik niet op wachten voor deze sok af zijn hoor. Maar ja, die moet ik een keer moet, nog even komen. En dan zal het waarschijnlijk vlotter gaan. Maar ja, voorlopig gaan we hier rustig mee verder. En wie weet dat ik gewoon zeg vandaag of morgen. Yo, ik haal even één sok eraf en die doe ik even één voor één. Want het stuk met de hiel, dan brei ik ze allebei op een losse naald. Dat ging eigenlijk heel vlot. Dus ik denk dat ik dat gewoon moet doen. En dan voor een volgend paar sokken op 2 mm heb ik dan als het goed is vaste rondbreinaalden. 2 mm en dan van Chowgoo. En dan hoop ik dat het beter gaat. Waar ik ook aan heb gewerkt is het Marieke vest van Isabel Kramer. Ik brei deze voor mijn dochter. En in het kader van Winterklaar breien maar weer. En ik zal eerst laten zien welk garen. Ik brei hem in
Rosario's vier balladen in de kleur, dat heb ik niet opgeschreven. Kan ik het zien? Ja, in de kleur 15. Dat is een beetje petrolkleur. En bij winterklaar brei je maar weer. Verdeel je dus het kledingstuk over zoveel maanden. En dan brei je elke maand een stukje. En ik heb tijden niet aangewerkt. Want in de zomer had ik toch minder zin. Echt genoeg andere dingen. Ik heb in september heb ik de halsboord gebreid eraan. En de knoopsbiezen. Ik hoop dat het een beetje overkomt. Zo. Dat je goed in beeld krijgt. Dus aan de ene kant heb je een bies zonder knoopsgaten. En bij de andere met knoopsgaten. Ik heb uiteindelijk niet, want mijn dochter was ook niet thuis. Dus het ging niet gekeken waar bij haar het breedste deel van de biezen zit. Ik heb gewoon gedaan wat er in het patroon stond. Dat je bovenaan eentje moet markeren. En onderaan en dan tussenin zoveel centimeter. En daar heb ik een handig dingetje voor gebruikt, handig hulpmiddel. En dat is dit. Dat heet een knopenverdeler. Ik tot de Hinterland jurk Mekelong wist ik hier ook niet van. Daar tipte iemand hem. Ik denk Marleen van Sunny C. Knits. Ik weet het niet zeker. Maar die iemand tipte dat je dus deze ook hebt en kunt gebruiken. Ik heb hem bij furniture.nl besteld. En dit kun je dus voor naaien gebruiken. Je kunt hem voor breien gebruiken. Maar je hebt dus automatisch. Ik heb dan voor gezorgd dat de eerste. Ik wilde 5 knopen volgens mij. Dat dit puntje op de plek zat. Wat in het patroon aangegeven stond. En dat puntje. En dan ja, rek je het zodanig uit. Of je rekt het zodanig uit dat dit puntje op het volgende punt zit. Wat je moet hebben. En dan heb je daar tussenin precies op de gelijke afstand de rest van de knopen. Er zit ook een soort maatverdeling op. Kun je ook altijd gebruiken. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar mocht je dat leuk vinden, dan is dat ook te gebruiken. Zo, ja, hij gaat weg. En ja, nu ben ik, het is oktober, dus ik ben netjes geweest. Ik heb de mouwen al opgezet. Ik ga in oktober dus 1 mouw breien. En in november de 2e mouw. Dus dan is 1 december is het vestje helemaal klaar. Het andere vestje wat ik heb gebreid in deze wol. Deze heb ik bij Wol uit Zuiden gekocht. Is dus 80% merino wol, 20% zijde. En daar heb ik ook de Ballada cardigan van gebreid. En die heeft mijn dochter al een paar keer aangehad. En dat zei, oh, het is echt een heel fijn vestje. Lekker, niet te warm, niet te koud. Dus ja, voor mijn dochter is deze helemaal fijn. Dus ik hoop dat ze ook van dit vest gewoon ja, veel plezier gaat hebben. Ik vind het patroon van Isabel Kramer is ook heel goed geschreven. En ja, leuk om te doen. Ik brei hem nu op de... Ik heb zo'n blauwe shorty set van Chow Wu. En daar brei ik nu de mouw op. Ik vond het, toen ik ze net kocht, was ik er niet zo tevreden over. Maar ondertussen heb ik ja, het gevoel te pakken. Ik moet wel dan echt met mijn naald 1 of 2 maatjes omhoog. Want anders dan brei ik te strak. Maar, of strakker als de rest van het lijf. Maar dat gaat heel goed, dus ik ga hem nu weer, ja, afgelopen dagen heb ik er niet aan gewerkt, maar ik wil deze wel regelmatig er even bij gaan pakken. Zodat ik echt op het einde van de maand ook deze mouw af heb. Dan ga ik het hebben over de Mystery Knit Along van Steven West. Dus ja, mocht je dit niet willen zien, ik, ja, spoiler, ik laat wel wat zien. Ik ben nog niet aan clue 2 toe, dus dit is alleen clue 1. Maar mocht je niks willen zien, ik zet in de tijd, of hieronder de video, sowieso inhoud. Maar volgens mij is het dan ook als je op het pijltje drukt van doorspoelen, dat je automatisch naar het volgende hoofdstukje gaat. En anders moet je even bij de omschrijving kijken. En dan kun je zo aanklikken, het volgende hoofdstukje. Wil je weten wat dat is? Dat is seasonal sokkelong. Dus dan kies je die en dan kom je er ook. Ik zal even wachten tot iedereen weg is die het niet wil zien. Maar ik ga hem erbij pakken. Ik doe dus mee met
Go Dynamo. Dynamo heet de Mystery Knit Along van dit jaar van Steven West. En die is 3 oktober kwam de eerste clue uit. 4 weken lang krijg je een deel van de sjaal. Dus krijg je elke week een nieuwe clue. Ik ben nog niet zo... Ja, ik heb dus ook hier heel veel aan gewerkt. Dus je kunt niet alles. Dus ik ben nog niet helemaal klaar met clue 1. Terwijl dus gisteren clue 2 uit is gekomen. Maar het is wel super leuk om te doen. Ik zal eerst laten zien welke garen ik heb. Ik heb van Made by Lisette de kleur Light. En in Vilcalana Aweta heb ik de kleur 195. En die heb ik gekocht bij Wally Hood. Volgens mij. Ik heb het niet opgeschreven, sorry. Dit is heel donkerblauw. Dus het is bijna, ja, gewoon met daglicht dan zie je wel dat het donkerblauw is. Met ander licht dan zou het ook zwart kunnen zijn. Maar het werkt in de sjaal heel goed samen. Ik ben er echt heel blij mee. Elk jaar verzint hij ook Steven West weer wat nieuws. Ik vind het echt zo knap. En hij maakt er hele duidelijke filmpjes bij van wat je moet doen. Ik zal straks ook nog even proberen om een goede foto te maken. Dat een beetje te zien is hoe ver ik ben. Want het is heel moeilijk om het helemaal in zijn geheel te laten zien. We zijn in ieder geval begonnen met het maken van halve cirkeltjes. Deze. Die moesten we er 3 maken. En daarna moesten we ze gaan verbinden met... Ja, zeg maar een soort puntjes. Dus dat heb ik allemaal netjes gedaan. En daarna moet je alle steken, die had je allemaal op restgaren gezet. En daarna moest je ze allemaal op een kabel zetten. En nu ben ik nog even gewoon recht averecht aan het breien. En dan straks komt er met de contrastkleur een soort ja, ogen. Sorry. Een soort ogen erop. En ja, het ziet er ook heel leuk uit. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij niet heel moeilijk. Je moet even dan zoveel steken naar beneden. Een steekje breien. En dan laat je wat steekjes vallen. Dus ja. Sorry. Beetje kriebel in mijn keel. Dus dit is de... Seasonal sokkelong. Het hoeft voor mij ook niet af in oktober. Ik doe het op mijn eigen tempo. Het is soms wel moeilijk hoor. Ik vind wel, van de ene kant word ik dan wel weer getrekt. Oh, ik wil het heel graag. En dat bijna stress kan geven. Van, dat moet ook nog. En van de andere kant denk ik, ja, hoe belangrijk is het? Dus ik probeer mezelf een beetje de remmer op te zetten. Heb ik zin? Komt het uit? Dan bereik ik er heel veel aan. En red ik het niet voor dat de nieuwe glue uitkomt, is het ook prima. Dus, de seasonal sokkelong. Ik had al gezegd dat hij aan zou komen. Ik ben nog niet begonnen, maar dat is iets wat Luna Sternit, oftewel Ineke Voskel, organiseert. Maar er is al wel bekend wat de nieuwe sokken worden. Je hebt tot 21 december de tijd om dat paar sokken te breien, om kans te maken op de prijzen. En ik wilde ze toch wel even laten zien, want ik vind ze wel echt heel leuk. Deze is de Solidago socks worden gebreid. En zoals elke keer is het een gratis patroon. En ik heb al wel dat ik wat wolletjes bij elkaar in een mandje heb gegooid. En ik twijfel nog over of ik deze kleur erbij ga doen. Of deze kleur. Ik zal het even uit het mandje halen. Dus het idee is, dit de hoofdkleur, dit het, er zit ook wat donkerrood in de sok. Dit een beetje een tussenkleurtje. En dan of dit erbij, of deze erbij. Ik hoop dat het allemaal zo in beeld is. Dus of deze erbij. En het hoeft ook nog niet. Voorlopig wil ik nog andere sokken breien. Heb ik nog andere breiplannen. Maar het staat hier op mijn werkkamer. En dan één keer in de zoveel tijd kijk ik in het bakje. En dan denk ik weer over na. En ja, het kan ook zomaar zijn dat ik op een bepaald moment alles omgooi. Want ook de hoofdkleur. Dit is niet de kleur die ik normaal kies. Maar die lichte heb ik gekocht toen voor dat kraamcadeautje was ook een van mijn opties. En niet je licht vind ik hem ook best mooi. En ik vind hem wel heel passend bij de winter. Of de herfst.
Alleen ja, er liggen ook andere mooie strengen. Dus ik zit ook nog te denken aan een combinatie met zeegroen als hoofdkleur en dan van alles erbij. Dus dit is gewoon al de voorpret dat ik gewoon dit bakje heb staan en elke keer bedenk van of dan aan kijk en dan op tijd bedenk, oh, wil ik dit? Wil ik toch wat anders? Wil ik toch? Dus dit ja, staat gewoon als reminder hier op mijn werkkamer. En dan tegen de tijd dat ik eraan toe ben, dan kan ik eraan beginnen. En dan zullen we zien of deze kleurtjes in de bak blijven. Of dat toch andere worden. Maar het is wel een deel van de pret. Dus ja, mocht je zin hebben, kijk even naar de filmpjes van Luna Sternit. Om te weten, ja, om precies te weten hoe en wat. Ik zal even kijken of ik het snel kan vinden. En dan zal ik het linkje wel onder in de show notes ook zetten. Dan wat anders. Ik heb nog twee dingetjes waar ik me voor op heb gegeven, waar jullie ook nog voor op kunnen geven als jullie het leuk vinden. De eerste is de adventswop. Ik ga meedoen met de adventswop van Adriella Koetjesbeer en More. Zij heeft ook een YouTube-kanaal en ook op Instagram doet ze heel veel. Daarbij kun je aanmelden tot 1 november. En de bedoeling is dat je 24 pakketjes maakt, waarvan 18 met een strengetje of bolletje sokkenwol, fingeringweed van 10 gram. En daarnaast nog 6 kleine cadeautjes voor in totaal 10 euro. En daarnaast mag je nog wat thee en wat lekkers erin stoppen of koffie. Of je kunt bij het opgeven ook aangeven van joh, ik hou niet van koffie of ik hou niet van thee of ik ben allergisch voor. Het idee is dat je het verstuurt tussen 16 en 17 november of rond 16 en 17 november. En dat dan vanaf 1 december elke dag een pakketje wordt opengemaakt. Ook hiervan zal ik even bij de show notes even wat vermelden. En een ander ding waar ik aan mee ga doen is de warme winterbolletjeswissel. En die wordt georganiseerd door Natasja Berendsen. Ze heeft ook een. De eerste keer was een. Ja, ik weet niet meer hoe ze het noemde, maar iets met de zomer. En het idee is dat je een bol sokkenwol met nylon, gewoon fingeringweed, gaat verdelen 100 gram in 10 keer 10 gram. Daar maak je 9 pakketjes van. Hoeft geen grote pakketjes te zijn. Is echt gewoon een bolletje sokkenwol. Eventueel steekmarkeerder of niet. Wat je leuk vindt. En die 9 stuur je op naar 9 andere mensen in jouw groepje. En eentje hou je zelf. En jij krijgt zelf ook van al die 9 mensen uit jouw groepje 10 gram sokkenwol. En uiteindelijk ga je. Dit wordt op 21 december geopend. En volgens mij heb je dan 1 of 2 maanden de tijd om het, of 3 zelfs. Oh, 21 maart denk ik. Dus als de winter afloopt, dan moeten je sokken klaar zijn. Dus iedereen gaat dan met die wolletjes, met dezelfde wolletjes, een paar sokken breien. En je krijgt dus gewoon allemaal, ondanks dat je dezelfde kleurtjes hebt gebruikt, hele andere verrassende sokken. Bij de zomereditie heb ik nagekeken en ja, het zag allemaal zo leuk en vrolijk uit. En ik vond echt een. Oh, ik heb hier ook opgeschreven: 21 maart is de onthulling. En 20 maart moet je dus even aan Natasja foto's doorgeven van: hey, dit is het bij mij geworden. En hierbij kun je inschrijven tot en met 21 oktober. En ja, dit lijkt mij gewoon ook echt een hele leuke manier om met mensen in contact te komen. Maar ook gewoon om creatief bezig te zijn met weer andere strengetjes. En natuurlijk, je kunt gewoon simpel streepjes sokken maken. Maar je kunt natuurlijk ook nog iets anders ermee doen. Het zal ook van de kleurtjes afhangen. Het idee is wel dat je dus een beetje een kleur kiest die jou aan de winter doet denken. Wit is wel van gezegd van, nou, dat doen we niet, want het zou een beetje vervelend zijn als jij wit kiest en 9 andere mensen in het groepje kiezen ook wit. Dan krijg je wel hele witte sokken, misschien met wat nuance, want het ene wit is het andere wit niet. Maar ja, echt heel leuk is het niet. Je kon ook aangeven of je één groepje wil of dat je eventueel ook niet erg vindt om in twee groepjes te zitten. Dat is vooral om eventueel, mochten groepjes net niet uitkomen, dat ze wat kan opvullen. Dus ik heb aangegeven, joh, één groepje prima. Maar mocht het nodig zijn, dan twee groepjes ook goed. En ja, ik heb ook al een idee welke bol of bollen ik dan ga gebruiken uit mijn voorraad.
Dus ja, vind ik ook echt een heel leuk initiatief. Dan gaan we door voor de giveaway. Ik zal ook zo meteen een filmpje invoegen wie de prijs heeft gewonnen. Ik zal er ook bij zeggen dat ja, ik ook giveaways organiseren. Daar komt toch meer bij kijken als dat je dacht. Nee, niet qua werk of zo hoor. Maar er waren ook mensen die, want ik had natuurlijk gevraagd om even in de reacties te laten weten welk patroon je zou willen winnen. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben gedaan, maar wel een reactie hebben achtergelaten. En ja, toen dacht ik, wat moet ik daarmee? Maar ik heb uiteindelijk besloten van, joh, helemaal goed. Ook als je geen concrete patroon al hebt aangegeven, kun je toch gewoon kans maken op prijzen. Dus ik moet in het vervolg echt duidelijk zeggen, alleen maar kansen maken als je dat vermeldt. Of misschien toch kiezen dat je een bepaald woord moet vermelden of zo. Maar dat zijn van die lastige dingen. Dus ik heb uiteindelijk gewoon besloten, joh, ik denk ook niet dat er iemand boos over gaat worden als de prijs zou vallen op iemand die niet al exact had gedaan wat ik had gevraagd. Dus iedereen heeft van alle reacties, het waren er 48, waarvan eentje, die heeft wel meegetrokken, maar die had geen prijs. Maar die had aangegeven van, ik hoef geen prijs te winnen. Dat was Luna Ster, of Ineke van Luna Sternit. Die zei van, ik vind je filmpjes heel leuk, maar ik heb genoeg patronen, maar ik wil je wel feliciteren. Vond ik ook heel erg leuk. Dus die hoefde geen prijs te winnen. Dus op het moment dat zij naar boven was gekomen in de random comment picken, had ik gewoon nog eentje getrokken. Maar er zijn uiteindelijk twee namen uitgekomen. Ja, had ik even moeten opschrijven. Ik heb dit gefilmd voordat ik dit ging filmen. Dus ik zet er even hierin. Nou, om het allemaal transparant te maken, bij deze ga ik dus de winnaars trekken van de giveaway. In de URL heb ik al de YouTube-filmpje gezet, als het goed is. En ik heb aangegeven dat ik twee winnaars wil. En ja, submit, we gaan het zien. Nou, het klopt dat er 49 opmerkingen waren. En er was één antwoord op een opmerking. En de winnaars komen in beeld. Dus het is Pretzel en KimAmi20. Ik hoop dat het ook zo een beetje in beeld is. Kan ik inzoomen? Oh, dus uitzoomen. Als ik dat niet al heb gedaan. En voor diegenen die gewonnen hebben, gefeliciteerd. Neem even contact met mij op. Kan via Instagram yespub1976 of stuur mij een e-mailtje. Ik zal hieronder in de show notes ook even een e-mailadres zetten. En ja, als het goed is, weet ik al welk patroon je wil winnen. Zo niet, dan is het ook prima. Laat dan nog even weten wat je wil winnen. En ik moet even weten op welk e-mailadres je Revelry gebruikt of je gebruikersnaam op Revelry, zodat ik het patroon aan je kan geven. Dus ja, dat. In ieder geval heel erg leuk dat jullie mee hebben gedaan. En ik vind het ook leuk om te horen welke patronen die ik heb gemaakt een beetje in de smaak vallen. En ja, dat vind ik, ja, natuurlijk maak ik deze filmpjes vooral omdat ik het zelf heel erg leuk vind. Maar je hoopt natuurlijk ook een beetje mensen te inspireren. En ik vind het ook heel leuk. Ik draai natuurlijk niet alleen maar van hele bekende ontwerpers. Dat er ook, net zoals die Keep It Warm sweater, ik kende die Atelier Azure helemaal niet. Ik weet ook niet of ze heel groot is, maar het is niet een petit knit of zo. En dan vind ik het wel leuk dat ook andere mensen op deze manier haar patronen ontdekken. En toch eens een ander patroon ontdekken als alleen maar petit knit. Niks mis met petit knit, maar ik denk dat heel veel mensen petit knit al wel kennen. En dan is het ook leuk als andere ontwerpers ook gewoon een beetje ja, bekend worden. Nou, dat was het beetje voor de breicontent. En dan gaan we even door voor de live update. Ik vrees dat dit weer een gehaast filmpje is. Want ik moet vanmiddag naar het ziekenhuis voor controle weer. Op zich gaat het een stuk beter met mijn been. Het is er niet helemaal over, maar ik denk dat dit is wat het is. Maar we gaan het zien. Maar daardoor zit er wel een beetje voor mij, oh, ik moet op tijd en dan dit. En dan moet ik hopen dat hij op tijd een beetje uploadt. En
Dus ja, het is niet helemaal relaxed. En ik had van tevoren ook bedacht, zou ik hem op donderdag opnemen? Want gisteren had ik alle tijd. Alleen, ja, ik zat met die giveaway. Dus ik denk, ja, dat vind ik ook vervelend als ze dan, ja, ik al eerder de winnaars trek. Alleen, ja, nu bedenk ik, had ik het gewoon kunnen doen. Want ik heb nu ook los opgenomen wie de winnaars zijn. En ik heb het ook niet in mijn filmpje gezegd. Ja, straks met editen. Maar niet dat ik het hardop zeg. Dus ha, voor de volgende keer. Dat kan gewoon. Dus ik hoop dat het voor jullie wel aan te zien is geweest. Verder, afgelopen weken ja, waren niet super spannend. Mijn dochter is 16 geworden, dat is natuurlijk een hele mijlpaal. Maar dat is ook niet groots gevierd of zo. Een feestje met heel de familie en er komt nog een keertje een uitje met de vrienden dat ze gaan karten of zo, weet ik veel. Maar verder, ja, zij is niet van de Sweet 16 parties. Dus dat was allemaal heel, ja, rustig. En verder nog iets wat er geweest is. Nee, ja, niet zoveel bijzonders. Lekker handwerken. En ik zit dus in een hele leuke WhatsApp-groep bij de GoGo Dynamo. En dat zorgt er ook voor dat je echt leuk met elkaar de voorpret hebt en de tussendoor pret. Dus dat maakt het ook wel heel erg levendig. En ja, op de planning ook niet. Hele spectaculaire dingen voor mezelf. Ja, morgen zaterdag ga ik wel met mijn dochter in Utrecht, nee, niet Utrecht, in Leiden kijken bij de universiteit. Open dag. En zondag heb ik een tenniswedstrijd en we hadden een invaller nodig. En mijn man die valt in bij ons team, dus dat is wel gezellig. We hebben een gezinsuitje, want mijn dochter gaat mee om te kijken. Mijn dochter heeft volgende week werkweek, is voor jullie helemaal niet spannend, maar ik vind het een ding. Ze moeten op de fiets van Breda naar Dordrecht fietsen. Daar blijven ze dan een aantal nachten. En dan moeten ze ook weer terug fietsen. Is toch 45 kilometer. Nou vind mijn dochter fietsen niet erg. Hè? Maar het is gewoon wel een afstand. Dus ik heb vroeger ook wel eens gefietst. Hè? En ik woonde vroeger in Moerdijk. Of tussen Moerdijk en Zevenbergshoek in. En ik heb ook wel eens naar school gefietst hier in Breda. Of toen ik eenmaal in Breda woonde. Dat ik als ik bij mijn moeder op visite ging. En dan fietste ik ook heen en terug. Maar ja, ik fietste toen ook heel veel en mijn dochter fietst wel, maar niet veel. En ze kan wel heel goed fietsen hoor. Ze houdt wel van fietsen en ze fietst echt als een malle. Het probleem zal alleen zijn dat ze met een groepje moeten fietsen. En mijn dochter houdt van tempo en ik vrees dat ze gewoon tempo moet aanpassen. Dus ja, we gaan het zien. Ook een week lang geen telefoon, of bijna een week. Ze vertrekken op dinsdag en ze komen vrijdag terug. Dus dat is, ja, mijn dochter vindt het niet echt een probleem. Die kan heel goed zonder telefoon. Maar het is meer het idee dat je niet even tussendoor kan, of s'avonds even kan checken van hey, gaat alles goed? Hoe is het? Op die manier. En dat geeft niet, hè? Dat is, vroeger hadden we dat ook allemaal niet. En mijn ouders die konden het ook gewoon zonder. Maar als je dat eenmaal gewend bent, dan is het wel een dingetje. En ja, wij zijn best, of close, dat klinkt zo vies. Wij zijn gewoon een hecht gezin. En ja, dan is het toch raar dat je niet echt elke dag even je dochter spreekt. Dat is natuurlijk, ja, normaal gesproken, nu ze nog thuis woont, dan ja, zie je elkaar elke dag. En ja, dat is toch even wennen. En ik ben ook benieuwd hoe zij dat vindt. Zij ja, is ook heel aanhankelijk. En houdt ook echt wel van mijn knuffels op zijn tijd. Dus aan het moment ben ik al druk bezig, 's ochtends met ontbijt klaarzetten en zo. En dan komt zij naar beneden. En dan komt ze eerst echt zo, moet ze eerst knuffelen. Dan denk ik, joh, hé, je moet zo naar school. Tempo. Maar dat zijn lief. ja, verder niet zoveel spannend. Dus lekker breien. Volgende week wel wat afspraken. Gewoon ja, met een vriendin en schoonheidsspecialist en met mijn moeder. Dus het zal even met breien ook een beetje kijken zijn. Ik dacht eerst, zal ik wat dingen afzeggen? Maar nee, die GoGo Dynamo hoeft niet. Clue 2 hoeft niet voor donderdag af te zijn. Dus ik kan gewoon op mijn gemak. En ik ga de komende tijd dus veel breien aan de Knit 2 Pull 2 trui die ik wil maken. Dus die Keep It Warm. En ik hoop dus ook snel aan de sokken te beginnen. Ik heb een leuk, of leuk idee. Ik denk dat het leuk is. Een ideetje. En ik moet even kijken hoe het uitwerkt. En ik wil dus aan de gok gaan beginnen. Dus ja, genoeg te doen.
Of het allemaal gaat lukken, we gaan het zien. Ik hoop dat dit toch wel een beetje een aangename video was. Dat ik toch niet te snel praten. En ja, ik moet weer even of de rust vinden. Die had ik niet helemaal. Maar ik hoop dat ik jullie toch vermaakt heb en geïnspireerd. En in ieder geval gezelligheid heb geboden tijdens het handwerken of tijdens een ander klusje of iets. En ja, vond je het leuk? Geef een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer je dan. En in ieder geval bedankt voor het kijken. En ja, vind je het leuk? Laat een reactie achter onder de video. Vind ik altijd heel erg leuk om te lezen. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien. Tot ziens. Dag.